Hallo allemaal, ik ben Yevgenia Aitas. In deze video ga ik voor jullie laten zien de juiste opbouw van ombre techniek. Hier een wenkbrauw die wij willen maken. Oh, dit is niet zo'n mooie tekening. Yep. Oké. Nou, wij hebben dan wel donkere zone, dat loopt hier. Dat kan wel zijn dat het 70 tot 80%, hier wordt het onze intensiteit, zit het wel hier. Daarna, deze zone die loopt wel hier. Dat kan variëren tussen 20 en 15. En hier, een klein beetje bovenop, het kan dus variëren tussen 10% en 5% van intensiteit van de hele wenkbrauw. Dezelfde als jullie doen bijvoorbeeld een ombre wenkbrauw die echt zo nu modieus is. Hè? Die loopt zo. Nou, hier is dan wel bij jullie wordt het dan wel 80%. Hier nog een 20%. En hier is dan wel helemaal, of een hier 10. En hier, hoeveel is het? 90. 90. En dan 5. Of beter misschien, even wachten, 70. Daarna hier 10, 80. En hoeveel is het? 80, 90 en dan 100, ja. Dus het loopt er dan wel 8 en dan en dat dus naar niks. Dus dat de bedoeling is van donker naar niks gaan werken. Hoe kunnen wij wel doen? Wij kunnen ook natuurlijk in laagjes gaan werken. Maar ik ga wat nu laten zien voor jullie echt op de latex. Ga ik wel doen en dan snappen jullie wat ik bedoel eigenlijk voor jullie. Hè? Bedankt voor het kijken. Vond u deze informatie nuttig? Vergeet ons niet liken, delen en abonneren. Stelt u voor dat u nog vragen heeft, kunt u met ons altijd contact opnemen. Onze gegevens staan hieronder in de beschrijving.